camera, camera aan. Microfoon, microfoon aan. Test, test, 1, 2. Iedereen telt af naar first day. We zijn terug bij de vloggende papa. Ja, we zijn terug bij de vloggende papa. En op tv hebben we YouTube. En dat is Furtje. Maar die stopt nu met verder het filmpje laten zien wat er allemaal gebeurt tijdens de show. Omdat hij ook nog meer shows gaat geven. En waar gaan wij nou zo meteen naartoe, Isabel? Nee, ja, ook naar oma. Oh. Ook naar zijn show. Ja, wij gaan lekker naar zijn show. Naar hun show eigenlijk, hè, moeten we zeggen, als het goed is. Ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat in Orpheus. En ik heb er wel ontzettend veel zin in. Ja. Want dan kunnen we ook leren wat wij allemaal moeten doen om meer views te krijgen. Ja. En we zijn inmiddels binnen. Het is hier best druk. Ik ben misschien wel de oudste zo'n beetje die hier binnen is, denk ik. Jij hebt net wat gekocht. Wat heb je gehaald? Familie Arbeid. Ah, kijk. Dus dan past die er ook nog bij. Je hebt er nou wel heel veel om. Ja. En wat staat erop? Familie. Oh, Familie. Leuk, leuk. Oh ja, en in de kleuren. Ja. Mooi hoor. En ja, we zijn binnen. En wat wil nou het toeval dat we op dezelfde stoelen zitten als waar we een jaar of 8 geleden op zaten. Toen gingen we samen naar Kabouterplop. En dan gaan we samen naar Furtje. Dus dat wordt hartstikke leuk. En we hebben het podium even bekeken. Isabel is er ook helemaal klaar voor. Er staan een bed, er staat een bureau. En natuurlijk een groot scherm erbij. En daar gaat straks alles gebeuren. De zaal die loopt al lekker vol. Er stonden buiten mensen echt wel een tijdje te wachten voordat de zaal open ging. Maar zometeen dan is het echt zover. Jongens, meisjes en eenhoorns, zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier is Furtje! En iedereen verschut. En helaas hoor ik daar ook bij. Hij heeft nou 3 strikes gekregen, maar het allerliefste zou ik hem die 4e heel graag uitdelen. Ik bedoel, denk eventjes terug aan die ene keer dat hij al die vingerverf in mijn gezicht gooide. Of die ene keer dat hij limonade in mijn gezicht spuugde en ik daarna helemaal vol zat met brandplekken in mijn gezicht. Ik ga gewoon een appje sturen. Hallo lieve Joy, mijn YouTube kanaal is verwijderd. Heb je enig idee wat ik nu het beste kan doen? Zo, eventjes sturen. Zo. Ze reageert altijd super snel. Heel lief is ze altijd. Nu waarschijnlijk ook in dit soort... Wie is dit? Huh? Oh, misschien heeft ze een nieuwe ding. Een nieuwe telefoon. Even kijken hoor. Ik ben het Rutger van Veurtje, weet je nog? Zo. Nou, waarschijnlijk gaat het nu allemaal goed komen hoor. Geblokkeerd! We gaan proberen om de 12.400, 15.400 en 300 en 400 en 32.000, 800 en 15.400 en 10.000, 400 en 15.000, 400 en 86 en 16 en 86 likes te halen. En ik vraag me af of het ons gaat lukken om dit like goal te halen binnen 1 dag. Woe, super spannend. Woe, woe. Oh my god, dit was niet de bedoeling. Leideren, het ligt vast aan mij. Vraag me af, ben ik niet meer leuk? Ben ik niet leuk? Je hoeft niet zo nerveus te doen. Ook vind je zelf eens leuk. Leuk genoeg! Leuk genoeg!
Heel goed, de laatste keer. Midden, toch? Ja. Daar gaan we, Denise. Kopen en slopen, want we doen alles voor de views. In 3, 2, 1. Wacht. Misschien moeten we dit toch niet gaan doen. Nee, ik bedoel, kijk, als we hier zo in het midden gaan doorzagen, komt er allemaal bloed uit en zo. Oh ja, dat mag. Moet je dan nog vies op de eerste rij? En het mag ook niet op YouTube. Nee. Dan heb je er niks aan. Wacht, maar misschien iets van een kleed eroverheen dan of zo. Een kleed. Slim. Tegen het spatten natuurlijk. Ja, en daar gaan we. Abonneren en doe een reactie. Tot ziens bij de vloggende papa.